Hoi, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag iets superleuks aan jullie laten zien. Namelijk hoe je lipgloss kunt maken. Want dat kun je namelijk heel makkelijk zelf. En de lipgloss die ik vandaag met jullie ga maken, die verzorgt tegelijkertijd ook nog je lippen. En dat is natuurlijk perfect. Want het is ijskoud buiten. En ik weet niet hoe het met jullie lippen zit, maar die van mij die zijn behoorlijk droog. En het enige wat helpt is natuurlijk smeren. Nou, wat heb je nodig voor lipgloss? Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Vaseline, honing en wat oude of goedkope lippenstift. Ik heb alvast een en ander klaargezet, namelijk een pannetje. En in deze pan zit kokend heet water. En ik heb daar nog een pan in gezet. Want we gaan namelijk de vaseline gaan we smelten in dat pannetje. Nou, ik heb potjes heb ik gekocht. Ik zal hier via het linkje daar zal ik even laten weten waar ik die gevonden heb. En die potjes die kun je vullen met ongeveer 1 eetlepel vaseline. Nou, ik maak er meteen voor een paar potjes. Dus ik doe even wat meer dan 1 eetlepel vaseline erin. Ik doe er 3. Zo, nou die vaseline die begint alvast te smelten. Daarbij doe ik ook nog wat honing. Dat werkt namelijk verzachtend voor je lippen. En dat maakt de lipgloss ook helemaal lekker zacht en lekker van smaak. Nou, per potje vaseline is het een druppeltje honing. Dus ik doe er 3 druppeltjes in. Hop, hop, hop. Nou, in principe is dit eigenlijk al voldoende voor lipgloss. Alleen vind ik het wel leuk als die van mij ook nog een kleurtje krijgt. En daarom heb ik mijn oude lippenstiften die ik toch niet meer gebruik, heb ik even erbij gepakt. En daar ga ik even een mespuntje van afsnijden. Zo, nou dit is voldoende voor mijn 3 potjes. En dat stop ik er ook nog bij. Nou, die lippenstift die gaat ook smelten en die zorgt er straks voor dat die lipgloss een leuk kleurtje krijgt. Nou, terwijl al mijn ingrediënten aan het smelten zijn, roer ik ze ondertussen goed door elkaar. Ik draai alvast even wat potjes open. Zo. Nou, deze mix is gesmolten en die ga ik nu voorzichtig in mijn potje schieten. Tada! Nou, de lipgloss die is zo klaar. Hij moet alleen nog even gaan stollen, dus dat heeft heel eventjes tijd nodig. En terwijl dat gebeurt, kun je ondertussen nog even een leuk etiket maken voor op je lipgloss. Nou, ik heb daarvoor een printable van rondjes, die heb ik op mijn website. Die kun je daar vinden via het linkje. En die kun je uitprinten en dan kun je de rondjes gaan inkleuren en ontwerpen zoals je zelf wil. Nou, zoals je ziet heb ik dat al gedaan. Ik heb verschillende dingetjes gemaakt en die ga ik even uitknippen en die plak ik bovenop mijn potjes. Zo, de etiketjes heb ik uitgeknipt. Die ga ik nu even met pretstift vastlijmen op mijn dopjes.
Zo, kijk eens. Ziet er super leuk uit, zo'n zelfontworpen dopje, toch? Nou, terwijl deze nog even aan het stollen zijn, kan ik jullie ondertussen alvast wel het eindresultaat laten zien. Want voordat ik deze video begon, heb ik namelijk al één lichting lipgloss gemaakt. In een iets donkerder kleurtje. En die is inmiddels gestold, dus die kan ik even gaan uitproberen. Zo, super zachte, verzorgde en glanzende lippen. En dat met je zelfgemaakte lipgloss. Super cool, toch? Nou, dekseltje erop. En deze lipgloss is klaar. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Zo ja, geef hem dan nog even een duim omhoog. En ben je nou op zoek naar meer leuke dingen die je kunt doen op een beautyfeestje? Check dan zeker even het linkje daar. Want daar hebben we op ons blog helemaal uitgelegd hoe jij een kinderfeestje kunt geven in het thema beauty. En dat is zeker de moeite waard om te checken. Nou, ik hoop je de volgende video weer te zien. Hoi!